Oh, fucking lekker wijf, gek. Heel lekker. Mag niet uitzenden, hè? Nee, dan wordt maar niet dembo's. Hij staat er wel op. Hallo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik hier met de baarstakelaars. Oh, lekker. Yes, gasten. En we gaan even lekker video's schieten. We maken een dubbel video. Op het kanaal van de baarstakelaars komt een video van een wedstrijdje. We gaan een wedstrijdje vissen vandaag. En ondertussen ga ik voor mezelf, heb ik een leuke challenge. We hebben kleine shirts en grote shirts. Ik begin zo klein mogelijk met het allerkleinste aasje wat ik bij me heb. Ik ga steeds een stapje groter en dan kijk ik of ik kan eindigen met deze 8 inch Venom 20 centimeter aasje. En daar vis op kan vangen. Het zou mooi zijn, ik heb heel veel tussenstapjes. Dus we gaan van klein gaan we naar steeds groter werken. Ik heb op dit moment een, even kijken, kaiteggie. Easy shinertje van 2 inch bij me. Shirtje van 5 centimeter. Daarmee gaan we starten. Kijken of we snoepbaars of baars kunnen vangen. En dan gewoon steeds groter. Het zou mooi zijn als het lukt. Het zou mooi zijn als we kunnen eindigen bij 8 inch. Dan heb ik in ieder geval een hele hoop vissen gevangen. Wil je de wedstrijd zien tussen ons drieën? Ga dan vooral even het kanaal van de baarstakelaars kijken. Check aan het eind van deze video even die video. Ik zal er even een linkje in zetten hieronder. En er komt ook een pop-upje. In ieder geval, laten we lekker van start gaan. Geef even een likeje. Vergeet niet te abonneren. We gaan richting die 150.000 abonnees. En je weet het, hè? Als de baarstakelaars 10.000 abonnees hebben, dat zijn nog wel best wel wat. Als ze 10.000 hebben, nemen wij één van jullie een hele dag mee. Op kosten van ons gaan we lekker eten, vissen, klooien. Gaan we een leuke video maken. Dus abonneer even op de baarstakelaars. Yes. En laten we lekker knallen, jongens. Zin in. Let's go. Daan, zet je vast. Gooi je zin. Nou, gooi weer midden. Ja. Ja man, dat wordt de worp. Hé, hey, maar even serieus, de wedstrijd is begonnen, maat. De wedstrijd is begonnen, daarom ga ik wat tegen staan. Double strike. Als ik er nou in de hoek op krijg, dan krijg je 100 euro van mij. Ja, als je nu een double strike krijgt, krijg je 100 euro. 1 minuut eigenlijk zeker. Ja, ja, ja. Ik zal deze neerzetten, ja? Kun jij maar even een double strike laten zien? Daar heb je 1 minuut. Heb je 1 minuut? Ja, echt een double strike krijgen. Dan krijg je denk ik van wel. Dan is jij nou. Helaas. Oké, daar gaan we. Eerste worpje. Slippy heeft gecheckt. Ik ben benieuwd, jongens. Ook wel leuk beginnen met zo'n klein aasje. Misschien ligt hier onder deze boot een visie, baarsje of zo. Nee, stakker. Oh, kut. Ja, baarsje. Wat een worp. Deze worp geen vis vang, dan is het echt een kutstek. Toe. Ja, vis. Baars. Ja. Snoepbaars. Ja, de eerste vis van de dag. Hopla. Shitje. Lekker. In ieder geval mooi eerste visje, blij mee. En we hebben gelijk de challenge van het kleinste aasje afgetikt. Hoppa. Super nice. Top. Bam, eerste binnen. Top. Eerste visjes binnen. Ik ga even in mijn kunstaasdoos zoeken. Dan gaan wij kijken naar een upgrade, naar het volgende aasje. Hij moet iets groter zijn dan deze. En ik ga kijken wat het eerste de beste aasje is wat net aan groter is dan dit aasje. Vind ik wel leuk. Eerste vis binnen. Leuk man. Mooi. Mooi, mooi, mooi. Deze hebben we net gebruikt. We gaan nu een stapje groter. Een Nace Craw. Deze is net kleiner. We gaan nu met, even kijken, Mega Bass. Volgens mij heet dit een Indie Shiner. Dan gaan we een stapje groter naar een Nace Craw. Dan gaan we naar een Nace Creature. Dan gaan we naar een Nace Splitje. En zo werken we steeds verder op. Dus ik heb nog wel aardig wat aasjes om te proberen. Ja, ik ga nu dus een klein stapje groter. Hopelijk straks eindigen op heel groot aas, een hele grote vis. Het zal wel mooi zijn. Al lachen man. Ik vind het echt leuk dit.
ben helemaal zoekvissen. Wat ga je doen? Rutger, ik ga jou helemaal kapot vissen. Nou, dat is goed, meneer. Doe jij dat maar even zo, hè? Lekker. Lekker onderweg naar Centraal. Dan gaan we een paar mooie vissen vangen. We weten gewoon dat ze er liggen. Ja. Ja, joh. Denk één morpie. Hebben ze sowieso een snoepbaas. Lekker. Dikke goeie. Dikke goeie. Dikke goeie. Oh, een mooie aasje eraan ook. Dit mooie aasje. Zwart, groene spikkels, gele spikkel. Fantastisch. Gaan we worden, hè? Ja, bedankt. Mooi, man. Het is echt bizar. Ze zijn gewoon klaar hier achter het Centraal Station met het bouwen. We kunnen hier gewoon weer vissen. Heel vroeger had je hier achter mij de Subway. En ik weet nog wel dat ik hier een van mijn eerste werpende snoepbaarsen ving. Nou, hoe lang zal het geleden zijn? En had je hier achter de veerpontjes en daar had je nog zo'n soort van zijstukje, zo'n steen waar je op kon staan. Dat was ook altijd heel goed. Het is nu allemaal anders. Maar het is nu dus wel een heel mooi lang stuk waar je kan vissen. We hebben alleen wel een beetje veel publiek. En inderdaad wat Kev net zegt, een van de allereerste keer dat Kevin een snoepbaars heeft. De eerste keer. Ja, met mij en Tim. Met jou een friend. Vind jij er echt 35 of zo en ik had er 1. Toen was het wel heel goed. Ja, was echt vet. Maar heel veel klein speel, ook wel wat groter. Maar... En daar, helemaal daarachter. Ja! Het voelde echt als een goede snoepbaars. Ja, die was heel chill. Dat was een prankie. Goed, we gaan weer gaan knallen. We zijn nog steeds bezig met deze. We gaan hier nu een vis vangen. Baarsie of een baarsie. Baarsie nummer 1. Kijk dit monster dan. Ja, ik heb een visser dan. Ja. Ben je vet dan? Ja, we hebben er een. Lekker. Ja, ik denk laat het in ieder geval jou zien. Dan weet je niet of ik niet vals speel. Nee, maar lekker, bij het pontje. Ah, ja. Wacht man, best een mooi baarsie, stroming, mooi dikkertje. Oh, dat was mijn engel. Oh, kut. Ik gooi hem snel terug. Ja. Tegen mijn engel. Ik heb zo'n gevoel dat jij kanshebber bent. Ah. Jij wordt sowieso derde. Kom maar. Minimaal. Je wordt sowieso podiumplek. Ja, mooi. Nou, ik ga door naar het volgende aasje, maar deze in ieder geval goedgekeurd. Ga verder, nice. Wat is dit voor aasje dan? Een Megaboss Indie Swimmer volgens mij. Heel klein shetje. Ja, zo'n grappig aasje. Het volgende aasje is deze. Nice creature. Dus even kijken of we daar wat op kunnen vangen. Maar heel veel wachten tot de stroming iets minder is. Dan kan je hier perfect vissen. Hier had ik ook net de snoepbaars aanbeet. 100%. Ik heb net 2 keer geworpen, 2 keer beet. Hier de stroom? Nee, daarheen. Maar je moet heel veel wachten. Dit is mooi, er komt nu een grote boot aan. Ga je hem dan hier overheen mogen? Ja. Ja, je kan hier ook gewoon opstaan. Heb jij net gedaan, hè? Nee hoor, dat zou ik nooit doen. Kijk, even wachten. Verwachten. Verwachten, maar het is mooi. Er komt nu een grote boot aan. Klein beetje rechts ingooien. Daarheen. Ah, dit moet gewoon vis opleveren. Ja, je hebt hem over de bodem, hè? Ja, vis hem over de bodem. Dit moet vis opleveren. Hier heb ik net die baars, voor ik een snoepbaars aanbeet. Hier, jij gaat hier nu gewoon een vis vangen. Ja, ik heb een heel klein kreeftje. Dat is het volgende aasje. Dat in mijn arsenaal zit. Ja? Hangen? Los? Ja. Wat je aanbeet? Ja, hè? Ja, dit is de money spot nu, jongen. Hangen? Lekker dan. Ik heb ook beet. Takelen. Lekker vast. Ja, Kev. We hebben een plekje gevonden. Plekje met bejaars. Met bejaars. Plekje met bejaars. Plekje bejaars. Hé, hey, wel lachen man, net een visie. Ja, leuk. Ja, lekker Daan.
Lekker dan. Ja, dat is nog mooier eigenlijk. Ja. Lekker dan. Daan heeft gewoon weer een vis. Oh, ja, ja, ja. Oh, ik heb het ook beet. Nee, nee. Ja, Anne. Oh nee, los gek. Dat was een dikke. Ja, ik dacht dat. Nee, man. Het ligt een heel groepje hier beneden. Dat is echt een zware. Een harde aanbeet, jongen. Lekker, gast. Ik hoop dat we het even zo pakken. Ja. Want het is echt niet onder. Ja. We wisselen even. Ik zie Daan net op dropshot vis vangen. Ik heb er een dropshot aangeknoopt. Wel nog zo'n haakie. En dan een gekleurd kreeftje. En kijk wie we daar hebben. Yo, Henk van de Hengel. Gaat goed? Ja, man. Enjoying life. Beste shop van Nederland, hoe is het? Ja, je weet het. Ja, goed. Lekker. Ja. Dat is een aangename verrassing deze. Kom even lekker vissen. Ja. We vangen hier achter elkaar baarzen. Ja? Ja, dus je moet even een kleine haasje aan doen. Op. Altijd swag, hè, deze man. Er is ook niet veel voor te doen, hè. Mooi stokje, hoor. Ja, je zou het maar hebben. Gaan we baarsen vangen? Ja. Ik heb nog niks. Nee? Gast, nee. Ik los net echt een grote baars. Echt? Ja. Lukken. Willen jullie sleepers? Nee! Ja. En er komen nog meer, maar omdat het de laatste tijd zo goed ging met die sleepers, dacht ik van ik ga ze gewoon inkopen, man. Ja, nee. Gewoon, willen jullie iets gebruiken? Nou, ik heb voor mezelf een challenge. Ja. En deze is al groter dan de sleeper. Ik mag niet meer met sleepervis. Ik ben een heel klein begonnen, ik ga steeds groter. Oké, let's go. Dropshot. Kijk of ze kan pakken. Hangen. 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 Ja, nou, maat. Zo, dit is een mooie. Lekker. Twee keer zo lang als we onderaan. Ah, kut. Is er één? Ja. Ja, Anne. Voor mijn neus, hè. Daan. Maak foto met tweeën. Daan. We gaan voor de thumbnail. Lekker, man. Baarsie. Vis nummer 3. We gaan weer een aasje groter. Nice. Kusje. Yes. Lekker, maat. Lekker, maat. Lekker. We gaan weer een maatje groter. Nee, split. We hebben de kriertje net voltooid. Nee, splitje. Denk ik, hè. Let op, gaan we, nummertje 4. Nummertje 4 voor Daniel komt er nu aan. In de 1 worp. Ja, Anne, nummer 4. Je zei het nog. Lekker. De battle is on, Daan. Hij is mooi. Nummer 4. Lekker, gast. Wauw. Hoppla. Binnen 1 worp was hij genaaid. Game on. Kun je nou even een beetje rustig gaan? Ja, oké. Ik ga nu het volgende haasje eraan doen. Dan maak je er 5-4 van. Binnen 1 worp. Oké. We hebben nu deze. We gaan door naar het volgende haasje. Wat gaat dat worden? Gaat dat deze worden? Ik denk het wel, ja. Een kreefje. Ja, heel lekker zijn met je. Ja, die baars lijken weg ineens. Misschien is het groepie. Ja. Oh, had je. Ziet het beet. Ja? Toop op beet. Kom op, Toop. We gaan ervoor. Ik kan dit. Tobias gaat de moeder van alle baarsen van. Van een 50er op het ei. Van een 59. Oké, schakel even over van een 4-inch creature naar een Nase Predator 4-inch 10 centimeter aasje. We gaan namelijk even hier kopje gooien. Dropshot is even klaar. We gaan focussen op de snoekbaars. Deze zijn, zoals je ziet. Deze zijn zoals je ziet even groot. We gaan even naar groen. Altijd goed kleurtje voor Amsterdam.
Net? Ja. Waar is het net? Wat heb je? Snoepbaars. Oh, mooie snoepbaars, gast. Lekker, gast. Yes. Hey. Hey. Jeeuw. Hey, lekker bezig. Leuke visjes, hè. Hij heeft een geweldig vast. Yes. Bye-bye. Lekker, maat. Hoppa. Bam. Je gaat zo ver mogelijk hier. Ik kan heel veel aanbeten, ook gewoon ver weg. Oh, fucking lekker wijf, gek. Heel lekker. Mag je niet uitzenden, hè? Nee, dan wordt mijn vriendin boos. Hij staat er wel op. Ja, jongens, lijven steken op 10 centimeter. We moeten hier even een visie opvangen. Dan kunnen we verder naar 5 inch, 12,5. En dan hebben we nog 6 inch, denk ik, 15 centimeter. En dan nog 8 inch. Dus dat hebben we gehaald. Dan hebben we gewoon een pakje vol gevangen. Maar ja, 10 centimeter, 10 centimeter. Ander stekkie, let's go. Gaan jullie mee, boys? Ja. Nice. Ik ga ook mee. Had je nou net de snoek eraan? Ja, alles eraf. Verdorie. Het is echt mijn dag, hè? Ja. En die jongens even leuk. En anders moeten we zo meteen maar even een roof blijven hangen voor jou. Oh, grote blijf aan de roof. Jij hebt een dikke. Ja. Echt goeie. Volgens mij zit Kevin vast, maar volgens mij heb ik een snoekbaars. Hij raakte de bodem en ik had gelijk vis. Hij is verder. Godverdomme. Je plat gewoon nog even de beetste. Lekker man. 50. Gaat-ie. Ja. Oké. We kunnen weer upgraden naar het volgende aasje. Predator 50. Kleurtje C05. Groen buikje. Altijd goed voor hier. Donker ruggetje. 15 grams BKK kopje. Haakmaat 4-0. Zo is een haakmaat 3-0, zie ik net, denk ik. Ja, dat is een 3-0. Hoppatee. Let op. Eén worp, dan heb ik er weer één. Gast, hij raakte de bodem. Meteen. Ik kan nog niet één keer opgetikt. Ja, ah. Ja. Kev! Ja, beter dan niet. Ja, een beetje iets groter dan die van net, denk ik. Daan, rennen met het net. Hij staat sowieso op de GoPro. Ah, wel mooie. Snel! Lekker maat. Jut! Hopla. Ja. Lekker man. Oh, joh, die andere had je 5 minuten geleden. Ja. Pak je weer een tweede. Nummertje 7. Een beetje groter, denk ik. Een hoop toeschouwers. Daar hou je van, toch? Echt beter. Ja. Hij is... Oh, hij is weer 50. Mooie visie, man. Beetje dikker dan die van net. Hou de beuk erop. Ja, mooi tik. Ja. Ja. Stekeltjes erop. Lekker aan. Mooi visie, hoor. Heerlijk. 50. Ja, net ook. Hij had net ook een 50er. Net ook al. Ja, gaat die. 1, 2. Hoplatee. Zo. 10 voor de afsprong. Maat, lekker, lekker bezig. Hoppa. Grote sets nu voor je. Yes! Ja. Ik sta nog achter. Nou, we gaan verder. Waar is Tobias eigenlijk? Oké, we gaan door van... Je mag nog groter. 5 inch naar 6,5. We gaan steeds groter. Zijn we bijna bij het laatste aasje. Dat is wel heel sick. Kijk. 65, wordt nu wel echt groot. Dit is wel echt een unit. Moet je nou die klappen pakken? Ja, hij moet steeds groter, hè? Trek even een metervis eruit dan. Zo. Ja toch? Ik groot flapstaart. Wat gaan we morgen? Ik ben klaar. Hoezo doe je dat? Even kijken of de haak nog scherp is. En? Ja, was nog scherp. Oké. Okay. Dan is het goed. Toch weer een slagje groter. Go big or go home. Precies. Staan hier nog wel lekker gedaan? Heerlijk joh. Het is wel nog een spannende strijd. Ja, het is zo spannend. Oeh, was dat er één? Dat was er één, hè? Rijd me nou niet af. Oh. Nou joh, we staan goed. Ja, we staan goed. Andere boys van daar. Zonnetje gaat onder. Ja, mooi man. Amsterdam is wel mooi zo. Goed, ik vis nog even door. En dan denk ik over een half uurtje zo moeten stoppen. Ja, we moeten naar huis. Helaas pindakaas. Het is niet anders. Maar, ik probeer nog even eentje te vangen. Ik hoop dat Kev nog even eentje vangt. Dit is echt pech vandaag. En Toop. Ja jongens, het laatste half uurtje gaat in. We hebben nog wel
even wat tijd om eventueel wat te vangen op die grotere sheds. Ik moet zeggen, dit zijn wel echt voor Amsterdam hele forse sheds. Venom 65. 6,5 inch, 17 centimeter. Dat is gewoon echt een grote shed. Dat is gewoon een prima shed voor een snoek of voor een grote snoekbaars. Voor baars is je echt gewoon al te groot. Ja, het zou mooi zijn als we nog die laatste twee vissen kunnen vangen. Want dan hebben we de challenge complete. Maar tot het zover is, hè, moet je eens even kijken hier om je heen. Vang er nou even één keer. Hey Tobias, ben jij er ook nog? Oh, jij bent ook een van die mannen die niks vangt. Wat zei je? We zijn op Loser Island. We zijn op ons Loser Island, ga weg. Als je wat gevangen hebt, hoor je niet thuis hier. Oh, sorry, Daan. Maar toch, hey, we komen kapen. Wij kapen dit eiland. Tuurlijk, we maken hier even een winnaarseiland van. Ja, winnaarseiland. Dit wordt winnaarseiland. Oh. Dus kan ik hier wel blijven? We gaan even wat vangen. Het achterste voren, man. Maar leuk, joh. Vind je het niks? Ja. Voelt het niet? Hij zit achterste voren. Ja, dat weet ik. Waarom? Dat vind ik lekker. Jij denkt ook, dan denken die vissen, hij kijkt aan de andere kant op. Die kunnen wij zo dag aan huis. We kunnen van alles gaan lopen roepen. De vissen dachten vandaag helemaal geen moer bij mij. Ik dacht alleen, ik laat die jongen met rust. Ja. Al stammen met dat kwel uit zijn mond. Ja. Gaan we jou? Wel veel achtergrondgeluid hier, man. Ja? Zo, dames en heren, dat was hem weer voor vandaag. De challenge is helaas niet helemaal gelukt. Ik kan nog twee vissen willen vangen, dan was hij helemaal compleet. Volgende keer meer geluk. Het was vandaag een moeilijke dag. Zeker voor Kevin. Nee, ik heb veel zin gehad. Goed zeg. Ik heb veel gemist. Hij was met zijn vrienden. Ik heb veel fluor gebroken. Ik was met mijn vrienden. Je hebt vis gevoeld. Ik heb vis gevoeld. Ik heb een biertje gedronken. Ja. Ik heb een broodje ei bacon gegeten. Ja. Genoten van het uitzicht. Even en ik heb de pont gemist. Dus nu ben ik te laat thuis. En wat voor liedje zing je dan? Ik heb de pont gemist. Oh, ik zie de pont al varen. Ja. Nou ja, in ieder geval. Vergeet niet even de video van de baarstakelaars te kijken. Daarin zien jullie de hele wedstrijd. Wie er gewonnen heeft. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een likeje. Vergeet niet te abonneren. Ga richting 150.000. Laten we proberen om 1250 likes halen op deze video. Ik zie jullie de volgende keer en de mazzel. Doei! Ciao!